Hey Freek, ons breekijzer. Een stem op Forum is een verloren stem, want de VVD en het CDA willen op voorhand niet met jullie regeren. Hebben zij jullie nou buitengesloten of heeft FVD zichzelf misschien een beetje buitengesloten door dat gedrag in die appgroepen, zowel als de partij, maar daarvoor ook de jongere partij. Wat is het nou, een kip-en-ei verhaal? Wie sluit wie uit? Nou, ik denk dat eigenlijk helemaal niemand iemand uitsluit. Ik denk dat het een beetje weer een verkiezingsspelletje is. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel typisch voor de gevestigde politiek om dit soort dingetjes vlak voor de verkiezingen te gaan roepen. Oh, wij willen niet met jou, jij wil niet met die, we gaan niet met jou spelen, bla bla bla, een beetje kinderachtig. En ik denk uiteindelijk, als het op zetels aankomt, stel, we worden wel heel groot, dat kan nog steeds. Dus de kiezer is de enige peiling. De stemming is de enige peiling. Dus als wij gewoon genoeg zetels halen, dan zijn die partijen prima bereid om met ons te praten. Ja, en dat ze dan nu gezegd hebben, dat Rutte heeft gezegd, dat Hoekstra heeft gezegd, joh, dat zie ik allemaal niet gebeuren, dat neem je eigenlijk een beetje met een korrel zout. Ja, eigenlijk alles wat ze zeggen. Een schreeuw voor de achterban. Ja, oké, okay, dat snap ik. Ja, okay, ja. Over die appjes gesproken, daar wil je het niet heel lang over hebben. Dat is denk ik ook niet een discussie die we helemaal opnieuw hoeven te voeren. Daar mogen mensen het zijn van vinden en dat mag. Ik vraag me wel af, heeft dat jullie partij niet een beetje beschadigd? Er zijn toen best veel mensen opgestapt. Statenleden, Eerste Kamerleden, Europarlementariërs, andere prominenten. Nou, er is een heel smerig spel gespeeld. En daar wil ik het best wel even over hebben, hoor. Want er zijn wat lelijke appjes geweest van een paar mensen. En wat ik al zei, dat gebeurt. Dat gebeurt overal. Iedereen maakt wel eens een grap of een hele vervelende, lelijke opmerking. Maar de dingen die echt erg waren, die mensen hebben eruit gezet. Mm-hmm. Hebben we gelijk gedaan. Hebben we al eerder ook gelijk gedaan. Maar wat er dus achter zat, was, er waren mensen bezig, de mensen die ons partij hebben verlaten, die waren al maanden bezig met een vooropgezet plan. En ze hebben dit aangegrepen als een gelegenheid om door te pakken. Want ze hebben bijvoorbeeld zelf in het Noord-Hollands Dagblad, een van hun heeft gezegd, wij wilden eigenlijk al heel lang wilden we van Baudet af. Nee, haar rechterhand. Oké, okay, ja. En zij was het daar ongetwijfeld mee eens. Maar dus dit was niet iets wat ineens uit de lucht kwam vallen en dat er toen een ophef ontstond. Nee, dit was al heel lang gepland. En ze hebben iets aangegrepen om het jury weg te krijgen. Ja, en niet met succes. Ja, het is niet gelukt. Nee, gelukkig maar. Maar wel een heel rommelig proces hoe dat gegaan is, die weken. Ja, het is heel jammer, want het is, kijk, wij hebben altijd. Jij was ook even weg van de lijst, maar toen weer terug. Toen weer terug. En dan schrijven sommige journalisten dat ik omhoog ben gegaan of zoiets. Weet je, die kunnen niet tellen. Van 7 naar 7 is volgens mij niet omhoog. Maar ik ben nooit weg geweest. Nee. Die verkiezingen die zijn dus over 2 weken. Maandag en dinsdag zijn een soort van dagen die bedoeld zijn voor kwetsbare mensen. Iedereen mag dan stemmen, maar het is bedoeld voor mensen die denken van die drukke woensdag, dan ga ik niet stemmen. Ik geloof dat jouw partijleider, Thierry Baudet, die vertrouwt die verkiezingen niet helemaal. Die zegt van daar gaan toch wat dingen mis met het tellen van stemmen, wat op andere locaties gebeurt. En vertrouw jij de verkiezingen? Maak jij je zorgen om die verkiezingsdagen over 2 weken? Op een paar punten. Dus we hebben er heel grondig naar gekeken. Het Nederlandse verkiezingsproces is best wel heel goed ingericht. Überhaupt, gewoon een normale proces. Er zat 1 zwak punt in, namelijk dat de processen verbaal werden. Dus de uitslagen per stembureau hoefden vroeger niet openbaar te worden gemaakt. Dus dan kreeg je alleen de opgetelde uitslag van de gemeente. Nou, daarvan kun je zeggen, er zijn allemaal groepen mee bezig geweest. Die kwamen met rapporten, dit is niet veilig. Daar hebben we ook Kamervragen over gesteld, hebben we in debatten aangekaart. En mede onder druk van Forum is dat opgelost. Dus processen verbaal per stembureau worden nu op de site van de gemeente gepubliceerd. En dit jaar ook voor het eerst integraal op 1 pagina, waar ze allemaal te vinden zijn. Dus dat is heel goed, want dan kun je dus controleren of de uitslag die in een stembureau heeft plaatsgevonden, ook daadwerkelijk is opgeteld tot het resultaat. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat lost een probleem op, eigenlijk het laatste probleem in het normale proces. Maar met corona komen er nu allemaal nieuwe dingen bij. Dus je hebt het briefstemmen. Ja. En daar hebben ze een test mee gedaan. En de helft van de mensen die zo'n briefstem heeft uitgebracht, die heeft hem eigenlijk ongeldig ingevuld. Ik snap het niet. Ja, want je moet hem in 2 enveloppen stoppen en allemaal veldjes. Mm-hmm. En toen heeft Ollongren gezegd, oké, als het technisch ongeldig is, dan gaan we het gewoon meerekenen. En dat vinden we natuurlijk, dat is fraudegevoelig. Daar moet je voor uitkijken. En daar hebben we dus ook nieuwe Kamervragen over gesteld. Hoe gaan jullie daarmee om? Mm-hmm. Wij vinden gewoon dat daar heel scherp op gelet moet worden. En er zijn nog een paar punten. Inderdaad, het tellen. Dus vanwege corona moet overal 1,5 meter afstand worden gehouden. En op de tellocaties waar dat niet kan, volgens het oordeel van de voorzitter van het stembureau, die stemmen worden dan verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie, om daar dan geteld te worden. Mm-hmm. Maar ja, dat gaat dan een busje in. En wat komt het busje uit? Dat moet je wel goed afdekken. Dus ook daar hebben we Kamervragen over gesteld. Dat is gewoon, hoe gaat de minister daarmee om? Als dat goed gaat, dan hebben we er natuurlijk vertrouwen in. Ja. Maar er moet wel even goed over na worden gedacht. Want tot nu toe is dat nog niet beschreven. Ja. En dan heb je nog het stemmen op 15 en 16. Die worden geteld op de 17e. Ja. En dat gebeurt overdag.
En dat is eigenlijk raar. Dat is tot nu toe in Nederland nooit gebeurd. Het tellen gebeurt altijd nadat alle stembureaus zijn gesloten. Dus ook daar heb ik een vraag over gesteld. Van ja, hoe wordt gegarandeerd dat de uitslag van sommige stembureaus dan al niet op straat komen te liggen, wat eventueel de uitslag van de verkiezingen beoordeelt. Dus er zijn een heleboel technische vragen waar je, ik denk, terecht de vraag bij kan hebben, omdat het zo'n ander jaar is dan normaal. Ik vind dat we daar heel kritisch op moeten zijn. Maar het is niet zo dat je ze per definitie al van tevoren wantrouwt, de verkiezingen? Nee, nee. Ik denk dat het Nederlandse verkiezingsproces echt best wel waterdicht is. Ja. En als ze deze dingen afdekken, ja, dan heb ik er vertrouwen in. Ja. Lau, CDA en VVD hebben dus al gezegd, joh, Forum, daar gaan we niet aan beginnen. Daar gaan we niet mee regeren. Denk jij, net als Freek, dat dat ook een soort politieke retoriek is en dat ze daar na de verkiezingen wel op terugkomen? Of kan je dat bijna niet maken? Nou, dat lijkt me ingewikkeld als ze daarop terug zouden terugkomen. Kijk, het is natuurlijk ook, er wordt vaak gezegd, als je een partij uitsluit, is het niet democratisch. Maar ik vind het in zekere zin wel democratisch, dat je voor de kiezers ook duidelijk maakt dat je bepaalde ideologische bezwaren kunt hebben in samenwerken met een partij. En dat je daar grenzen aan stelt. Want dan geef je die duidelijkheid en de kiezer die mag vervolgens bepalen of ze dat een legitieme reden vinden en dan alsnog voor bijvoorbeeld Forum stemmen. Nou, als er heel veel kiezers daar niet mee eens zouden zijn, zou Forum heel veel zetels kunnen krijgen. Dus ik vind het wel democratisch. Ik denk dat ze zich er ook aan zullen moeten houden. Als ze nu daarop terugkomen, ze hebben dat met hele felle bewoording gedaan. Ook Rutte onlangs bij het Radio 1 lijsttrekkersdebat, hij heeft dat met hele felle bewoording zich ook daarvan afgekeerd. Ja, dan krijg je wel een heel gek verhaal als je dan na de verkiezingen zegt, oh, weet je wat, het komt nu even goed uit, we gaan zo samenwerken. En als je kijkt naar de electorale verhoudingen, zal die vraag ook waarschijnlijk niet opgeworpen worden. Maar goed, je kunt verkiezingsuitslagen nooit voorspellen. Nee. Dat weten we volgens mij allemaal. Vind je het eigenlijk erg dat ze je uitsluiten? Of denk je, nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als zij dat willen doen, moeten ze dat lekker doen. Nee, het is natuurlijk, dat soort uitspraken zijn niet leuk, want dan krijg je dit soort discussies erover. Maar ik denk uiteindelijk dat het niet heel veel uitmaakt. Maar wat ik wel denk, bijvoorbeeld de partij van Lyle heeft laten zien dat je ook zonder regeringsdeelname heel veel kan veranderen in Nederland. Dus GroenLinks is er succesvol in geweest om het hele klimaatverhaal salonveeg te maken. En zover te krijgen dat de VVD dit helemaal aan het uitvoeren is. Ja. Dus ook buiten de regering, stel we komen er niet in, we willen natuurlijk heel graag meedoen in de regering. Maar ook al lukt dat niet, dan is onze missie is niet van de komende 4 jaar, maar van de komende, ik zeg maar, tientallen jaren. Om echt hele grote dingen aan te pakken. En dat hoeft niet per se in de regering. Dat heeft GroenLinks laten zien. Ik denk dat wij diezelfde kracht in ons in hebben. Ja. En waarschijnlijk zelfs nog veel meer. Ja.